worden in Nederland nog steeds geregeerd en geteisterd door het CDA. En zijn van die draaikonten altijd ja, tenzij of nee, mits. En uiteindelijk komen die kruisraketten er toch. Die Lubbers, dat is zo'n twijfelaar. Volgens mij als die doodgaat, wordt de ene helft begraven en de andere helft gecremeerd. Als je ermee. Die weet nooit wat hij wil, die gozer. Nou, geen applaus, want hij leeft nog. Maar we schieten aardig op. Sorry, een beetje grof, we zitten onder de grote rivier. Of lul ik weer uit, meneer. Tijd, radio. Het volgende nummer gaat dus over de onzin van de bewapening. En dat vinden we echt. En daar hebben wij een liedje over geschreven. En dat heet Over de Muur. Oost-Berlijn, unter den Linden. Er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels, waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. Waar iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wacht wordt gewisseld. 40 jaar socialisme, er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die heilstaat als er muren omheen staan? Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan. Ach, wat is nou die heilstaat? Zeg mij, wat is die waard? Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard. En alleen de vogels vliegen van oost naar West-Berlijn, worden niet teruggefloten en ook niet neergeschoten. Over de muur, over het ijzeren gordijn, omdat ze soms in het westen en soms ook in het oosten willen zijn. Omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn. West-Berlijn, de Kurfürstendamm. Er wandelen mensen langs porno en piepshows, waar Mercedes en Cola nog steeds op een voetstuk staan. En de neonreclames, die glitteren blokken. Hé, hey, kom dansen, kom eten, kom zuipen, kom gokken. Dat is nou 40 jaar vrijheid, er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die vrijheid zonder huis, zonder baan? Zowel Turken in Kreuzberg, die amper kunnen bestaan. Goed! Je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muren. En alleen als je geld hebt, dan is de vrijheid niet duur. En alleen de vogels vliegen van West naar Oost-Berlijn, worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten. Over de muur, over het ijzeren gordijn, omdat ze soms in het oosten, soms ook in het westen willen zijn. Omdat er brood ligt soms bij de Gedächtniskirche, soms op het Alexanderplein.